Een hele goede middag en dag weer met een glimlach. Oei, wel dames en heren, we zijn in Osdorp. Te laat. De aankondiging is te laat. Harry! Je weet zelf. Hoe is het, jongen? Wat doe je hier, man? Wat doe ik hier? In deze neighborhood. Ja, jij brengt me hier weer naartoe. Jij brengt me naar Osdorp. Dit is jouw plek toch, Amsterdam? Nou, kom maar mee. Zal ik een rondleiding geven? Oh, nee. Rondleiding. Nee, dat is een plek. Plas, 5 kilometer. Gaan we redden? Are you ready? I'm ready, man. Are you ready? Hè? Huh? Hoe is het? Ja, goed, man. Ja? Relaxed. Mooi. En het is heel belangrijk in een vlog dat je de fetus vastmaakt. Ja, het is gewoon, het is top gewoon. Ja, kijk, weet je, dus je moet gewoon zorgen dat je niet gaat struiken. Kijk, weet je, dus ik ben nu zenuwachtig. Want als je weer nog met hem bent, dan ga ik gekke dingen doen. Gewoon relaxed. Ja, we zijn al begonnen met de Dam-to-Dam loop. Ja, en als je me geïnspireerd, we zijn er, ooit wel. Oeh, ik ben nu al moe. Dames en heren, denken jullie dat ik het ga halen of niet? Gaat Najib het überhaupt halen? Graag hier onder in de reacties. Luister, ik ga het uitlopen. Oh, je gaat het uitlopen? Of ik het ga halen, weet ik niet. Dat is het. Zoals ze dicht zijn en iedereen is weg, I don't give a shit, ik ga gewoon lopen. Ja. Okay. Met Najib aan tafel hier, hoor. En het eerste wat me opvalt is dat we gewoon helemaal niks op tafel hebben. Hoe komt dat? Omdat we niet hebben besteld. Oké, dus ik moet gewoon gaan bestellen, ongelooflijk, hè? Ik heb niks. Je bent mijn gast, man. Wat wil je hebben? Wat ik wil hebben. Mag ook auto's uitkiezen? Je mag alles uitkiezen. Een Porsche. Want je schijnt heerlijk, hoor. Dat is ons dorp, hè? Ja, dat je nog wel. Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt. Vooruit is? Nee, ik weet niet meer van wie, maar gewoon het liedje zat even. Dat stukje zat in ieder geval in mijn hoofd. Ja. Laat je het om haar even. Heerlijk in Amsterdam. Yes. Hoe gaat het met theater? Gaat goed, man. Ja? Ik moet nog even bedenken wat ik ga doen. Ga je weer een nieuwe show doen? Als het goed is wel. Als de mensen het willen. Nee, ik denk het wel. Ik weet nog niet wanneer. Heb je nog een zanger nodig of een rapper? Moet je wat dansen? Je wil een zanger tegenwoordig. Bro, we doen alles. All out. Snap je? We doen alles. Je doet echt alles, man. Alles. Knip op podium, alles doen we. Goed, we hebben concurrentie straks, man. Nee. Sowieso is het... Toch, jij blijft de nummer 1. Serieus? Jij blijft de nummer 1. Thuis heb je dat. Zo, dit is al je vierde koffie. Dit is mijn tweede koffie. Ongelooflijk, hè. Ik ga maar na of spoel maar terug. Is het twee halen, één betalen? Dat is niet hier, is bij de HEMA. Is 1 euro koffie. Oh, daar ga je ook vaak heen? Nee, maar dat weet ik. Oké. Scherp. Hij is met de flesje. Hey, trouwens, hè. Onze eerste ontmoeting was op het WK 2010, Zuid-Afrika. Ja. Eerlijk, was dat een tijd of een tijd? Dat is mijn toptijd. Qua voetbal is dat mijn toptijd geweest. En ik ga jullie vertellen, ik had toen Najib een kapsel gegeven. Hij zei tegen mij, Hani, als Nederland in de finale komt, wil ik een kapsel. Tenminste, jij mag bepalen hoe je het wilt doen, maar ik wil een gekke kapsel, een kinky koek. Neem jullie even terug naar het kapsel wat ik toen ben als je waar gegaan. We hangen als een poster, maar ik ben iets flyer. Kijk eens wat ze daar hebben. Kijk eens. Gooi maar neer, ik bedoel, leg maar neer. Ja. Is het niet in een interview? Nee hoor. Het is geen interview. Lijkt wel op een interview. Het is live tv, ja. We willen live op de televisie. Eet we niet gezamenlijk? Weet ik niet, wij delen alles. Dus delen alles. Ja. Alles? Ik heb trouwens nog geld nodig. Kan je wat lenen? Tuurlijk. Ja, top. Zit deze zo. Hoe heet je ook weer? Pieter. Turkse Pieter. Pieter. Welkom trouwens. Dankjewel. Alles goed met je? Hey, welkom. Welkom. Hey. Ali? Hani. 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 Ja. Hani. Amali. We komen morgen in actie. Ja, toch? Zullen jullie kleine bordjes hebben? Nee, is goed zo. Is goed. Om uit de hand. We hebben nooit uit borden gegeten. We hebben wel uit borden gegeten. Maar eerlijk, was het WK niet het mooiste wat er was? Geweldig. Ja. Goeie tijd gehad daar. En toen had jij het voor het eerst daar ontdekt, is van, hé, kappertje van der Wiel. Juist. Toch? Ja. Ik heb in mij geknipt. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Toen ging het fout. En toen ging het fout. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was wel het mooiste eigenlijk in mijn carrière wat ik heb meegemaakt. Qua ergens naartoe vliegen op tour, zeg maar. Dat ik een Nederlandse elftal aan koep heb gegeven, al die jongens, tot de finale. En Maradona heb ik ook niet. Ja, Maradona. Ongelooflijk. Heb je die beelden niet gezien? Ik heb die beelden gezien. Ja? Ja. Maar de kijkers vraagt zich af natuurlijk van, ja Hani, wij hebben het nooit gezien. Mag ik dat doen? Ja, jij mag het doen. We gaan even kijken naar de beelden. Wacht, hij werkt niet. Wacht nog een keer. Nee, maar je moet het zelf doen. Nou, ik laat je even het beeld zien van Diego Armando Maradona en Hani Hanna. Hoe de ontmoeting was met Maradona. En ik moet zeggen, ik was super zenuwachtig. Maar hier een kleine throwback. Oké. Thank you, Hani. You're the man. Zo doe je dat. Zo doe je dat. Alsof je aan het schieten bent, hoor. Ongelooflijk. Maar ja, en het Nederlandse elftal, hè? Het knippen, al die jongens. En wat je het grappig was ik gewoon op een gegeven moment in de kamer. Ik had mijn eigen kamer en daar kwam iedereen. Het is ongeluk. Pa, pa, mensen van Bink. Hoppa, weg. Echt, hè? Afalai, Greg, Elia, Boula.
echt niet normaal. Maar ik moet wel zeggen, dat was de mooiste tijd. Heb je betaald? Hè? Ik krijg nog geld van ze, man. Jij ook, hè? Want jij had de show gezet daar ook. Je hebt alleen shirtjes in beslag genomen, hè? Ik heb alle shirtjes die er waren in beslag genomen. Ik heb gelijk. Inclusief reservespelers. Maar die gebruik je nooit? Ik heb ze opgehangen. Ja, waarom? Beneden bij mij in de... In de box? In de kelder, in de gym. Ik heb een gym thuis. En de basisspelers? Ook. Heb je een shirtje van Greg? Van jou gekregen. Ja? Maar van Paris? Ja, heb ik van jou gekregen. Klopt, maar heb je ook van de Nederlandse elftal? Nog niet. Dus die heb je niet in beslag genomen? Nee. Kijk eens even. Allemaal in beslag nemen, maar die van Greg heeft hij nog niet. Ja, jij waarschijnlijk. Hè, klopt. Daar ben je op gaan zitten of niet? Nee. Dat zag ik niet. Ik heb alle shirtjes van Greg. Hè. Vanaf dag 1 dat hij heeft gespeeld, tot de laatste dag. Dus tot vandaag zeg maar. Hij speelt trouwens vanavond. Lekker joh. We gaan allemaal kijken vanavond. Paris tegen Manchester City. Manchester. Als ze winnen zitten ze in de finale of halve finale. Ga je erheen? Nee, ik ben hier toch met jou. Nee, maar naar de finale. Ja, sowieso. Ga je mee? Halve finale sowieso. En als de finale blijft, dan gaan we ook. Je mag waar is de halve finale? Ik weet niet waar ze spelen hoor. Ik ga met je mee. Hoe doen jullie dat? Hij heeft me iets beloofd. Ik ben daar. En ik ben iemand, als ik iets zeg, kom ik mijn woord altijd na. Dat is waar. Toch? Een man van een woord. Dat sowieso. Woord, ik heb een paar woord, van die mensen. Man. Johanni, ik kom bij je knip en dan zie je ze 10, 20 keer in een jaar. En nog steeds zijn ze niet gekomen. Ja, dat heb je dat soort mensen. Of die zegt ja, ik kom naar je show toe. Dan zegt ze 20 keer tegen jou, ik kom naar je show toe. Maar dan wacht ze tot jij zegt van kom, ik heb kaartje op je naam staan. Precies. En dan nog zeggen ze, sorry man, ik had een feestje. Ja. Moet ik namen noemen? Nee, geen namen. Maar, nou, jouw beste show. Ja, maar dat je zegt van, ik voor mijn eerste show toen was begonnen, vond ik... Hoor je me niet? Ik zei allemaal. Allemaal? Ja, allemaal goed. Nee, allemaal hebben ze een tijdsbestek van... Klopt. In die tijd zat je in die periode, in die tijd was je dat. Dus, nee, ik vond Most Wanted heel leuk om te doen. Een free fight. En de laatste show. Ja, vond wel leuk. Dat ene, weet je ook wat ik echt super leuk vond? Ik vind ze allemaal natuurlijk leuk. Ik ben natuurlijk een grote fan van jou. Ja, je gelooft niet, maar ik ben een fan van jou, ja. Je hoort het heel goed. Maar die van die taxi, waar natuurlijk? Waar naartoe? Centraal Station? Ja. Ah, wel, dan was het. Die vond ik gruwelijk. En die van de Spaanse buurman. Dus dat zit? Van de nee, allemaal, shows die ik heb gemaakt? En broodje kebab en zo. Met die twee stukjes. Nee. Ah, okay. Kebab? Ik heb nooit broodje kebab gedaan. Broodje warm, maak me. Broodje warm, oké. Zo jammer, man. Maar die ene van... Maar ik kijk ook altijd naar jouw vlogs. Vlogs? Shots. Ja. Shots. Shots dan? Hij neemt altijd mijn shots. Dus hij kijkt niet naar mijn vlogs, maar shots. Maar die ene van die buurman, de Spaanse buurman. Nee. Kan je die nog in het kort even vertellen? Nee. Wat verdik jij, ik hoop niet dat je dat ging doen, maar je doet het toch. Ja. Een klein stukje. Ja, ik ga ook niet aan vragen, knip een stukje nu. Voor jou doe ik het, vriend. Knip dan. Ik pak mijn spullen uit. Nee, ga zitten, man. Ik pak het gelijk. Huh? Een klein stukje. Ja, volgende keer zal ik zeker een klein stukje voor je doen. Hè? Ik zit nu met dit en misschien mensen die tussen tanden dingen schillen en zo. Snap ik bedoel? Maakt niet uit. En jij mij kan wel. Dat. Jij kan dat. Jij kan dat. Zeg, verpest ik mijn hele imago, man. Nee joh, image. Jij kan dat. Ik heb image. Ik heb image. Ik begin hem. Ik had een Spaanse buurman en die kwam op een gegeven moment elke dag bij me langs. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Toen zei hij... Ik denk dat ik in het Syrisch moet zeggen. Ja. Ik ga hem niet doen, vriend. Oké, weet je wat? Hij gaat het niet doen, maar ik laat jullie wel het stukje zien. Hey, buurman, hoe gaat het? Ik zeg, het is buurman, hè? Geen bierman, het is buurman. Ah ja, buurman, wat maak je audio? Dat begrijp ik of niet? Ik heb pas een andere. Ah, je wist het dat? Ik zeg, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Echt waar? Hola, cómo está? Als Antonio iets niet snapt, dan komt hij altijd naar mij. Weet je, en ik help hem graag, maar het moet niet morgens om 9 uur voor onzin dingen. Dan belt hij aan. Hé, hey, bierman, ik heb gekregen voor de gemeente, dan heb ik een brief, maar ik wil hem niet staan op een brief. Ik heb gestapt op de portokosten, met de portokosten waar enveloppen. Ik doe pas ik het erop, ik een troek. Die hoop ik maken niks, maar ik heb niet wat betaald voor een brief. Ik snap niet wat jij nu allemaal zegt, vriend. Toch niet zo flauw, kijk in de brief, alstublieft. Ik zeg, Antonio, er staat voor informatie, kunt u bellen? Dus als je informatie hebt, moet je bellen. Oh, ik moet er bellen. Ja, dit nummer, informatienummer. Informatienummer bellen. Ja, voor informatie moet ik bellen. Ja, jij moet er bellen. Hé, hey, doe je mij na? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Zij belde ook naar het nummer. Gemeentezaanstad, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Spreken met Antonio Terbaco de Wiggen uit de Cromonie. Ik heb gekregen de brief, maar ik wil vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ik vraag een subsidie voor de hoer. Vraag subsidie voor de hoer? Ja, dat klopt, voor de hoer. En mag ik vragen waarom? Waarom? De hoer is door. Meneer. U kunt in Nederland geen subsidie aanvragen hoor, om naar de hoeren te gaan. Waarom niet? Mijn bierman hebben een hoersubsidie, andere bierman, iedereen heeft een hoersubsidie. Hallo? Hoe lang? Hoeveel van die vlogs maak je? Elke dag één, nee, toch?
Ik maak er 2 per week. Weet je, deze vaak maken mensen video's van 5 tot 6 minuten. Of 10 minuten. Ik vind, als je een item maakt, als vlog, probeer dan eigenlijk 15 tot 20 minuten te maken. Als je nog langer kan maken, mensen, jouw echte trouwe kijkers, die willen alles zien. En daarom probeer ik ook zoveel mogelijk leuke dingen te laten zien. Zodat ze echt een kijkje in mijn leven hebben en een kijkje in het leven van bij wie ik ben. Dus onder andere nu van jou bijvoorbeeld. Dat zien, hoe is Najib? Najib zien we alleen maar in een theater staan. Die iedereen belachelijk maakt. Snap je? Vooral als mensen te laat komen. Ja. Wie komen er vaak te laat? Zijn het Marokkaan of Surinamers? Alles. Alles? Ja, geen dinges meer hoor. Nederlands is ook geïntegreerd meer. Ja? Het zijn allemaal Surinamers geworden. Bij mij komen ze niet heel vaak te laat. Nee? Het gebeurt wel eens, maar... Maar ik weet, als iemand te laat komt bij jou, pak je hem gelijk aan, hè? Dan gaan we hem aanpakken. Ik vind, als je naar een theatershow gaat, moet je altijd zorgen als een show 8 uur begint, zorg dat je 7:30 bent, pak voor 8 in de zaal en bam. Snap je? Ja. Toch? Hm. Wanneer is je eerste show weer? Ik heb nog geen datum. Nee? Not yet, nee. Nou, voordat de show weer gaat beginnen, de speellijst weer bekend is, kom ik weer bij je terug. En dan gaan we de kijkers even verwennen, dan gaan we voor 2 tot 4 kaartjes weggeven. Is dat een leuk idee? Een leuk idee. Ja? Maar gaan we niet laten bellen van Hani, ik krijg nog geld van je, dit en dat, hè? Dus ja, je weet maar nooit, hè? Dus ik heb het nu op beeld, toch? Het staat op beeld. Hoor je wel, we zijn er gewoon, hè? Ja, Dam. Wat ga jij doen dus? 18 september, yes. Ik zie al eentje. Ik zie eentje. Vakka! Nee, ze kennen jou. Zie me met jou en dan is gelijk de lift aan, bam. Kijk, dit moet jij gaan doen. Gewoon lekker sporten. Ja, lekker bezig, man. Lekker. Dankjewel. Ja, hoeveel kilometer denk je dat hij loopt? Gaat hij nu gelijk stoppen? Dit is 5 kilometer. 5 kilometer? Ja. 5 kilometer red je het. Ja, maar als goed. Ben je aan het lopen of niet? 2 keer gefietst. Goed bezig, man. Respect. Kijk. Dat is een heel mooi... Najib zat net aan de pizza's en knoflooksaus en noem het maar op. Ga ik straks er allemaal aflopen. Ja? Ja. Dus je hebt mensen die wandelen, je hebt mensen die joggen en fietsen. Het is echt een heel mooi rondje. Misschien gaan we dat een keertje doen. Ja, dus ik wil vast een beetje oefenen. Dan wil ik wel even kijken wat jouw conditie is. Ik heb wel een goede conditie, hoor. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik train veel nu, de laatste tijd. Oké. Okay. Ja. Ik heb spierballen, dus we zijn gewoon goed bezig. Dan gaan we even kijken of dat ook met lopen gaat. Ja, tuurlijk. Maar jij loopt zeker zo als deze jongen nu hier ook? Gewoon iets sneller. Niet veel, hoor. Iets sneller? Gewoon ietsje sneller, ja. Ja? Maar niet veel. Ook met de koptelefoon? Ik heb wel muziek op, ja. Ja? Ja. Oké, dan. Lekker. Hey, Hanja. Bakka. Zie je? Ja, Najib. En je achternaam. Dat ben en mijn achternaam. Ja, bij jou kennis ook. Najib Amhali. Er zijn heel veel Hanna. Dus even snap je de naam Hani Hanna. We zijn hier in Osdorp en kijk eens wat ik hier zie. De Meervaart. Heb jij vaak gespeeld, hè? Heel vaak, ja. En hoeveel shows heb je hier al gespeeld? Totaal. Ik heb al mijn shows heb ik hier wel gedaan. 8 shows. Maar hier sluit je ze ook altijd af, hè? Of beginnen we? Ja, soms begin ik hier met try-outs. Ja. Dat is de kleine zaal die je hier ziet, grote raam. Ja. En daar het puntdak daar, is de grote zaal. Daar kunnen we 300 in, daar kunnen we 800 in. Nice. Ja. Dus ik ben benieuwd wanneer we jou in het theater zien. Ja, maar denk je dat ik een zaal vol krijg? Tuurlijk. Denken jullie dat ik een zaal vol krijg? Als ik een eigen theatershow ga geven? Als je die mensen betaalt. Ja? Dan komen ze allemaal. Of weet je wat, zodra je weer een show gaat geven, gewoon een show ergens, 1 keer, dat ik gewoon even 5 minuten wat leuks ga doen. Weet je het zeker? Ja. Ik denk dat ik ze aan het lachen krijg. Wat denken jullie, dames en heren? Krijgen ze aan het lachen, ja of nee? Graag hieronder een reactie. Lachen aan. Of lachen uit. Maar wat denk jij? Denk je dat het lukt of niet? Ik denk wel dat het lukt, man. Ja? Ik denk wel dat jij dat kan. Oké, nou dan gaan we gewoon voor, toch? Ja toch, dit was Najib Amhali, Hani Hanna. Thanks dames en heren voor het kijken. Ik vond het super leuk om even wat gedronken te hebben met hem. En natuurlijk wat gegeten. Alhoewel hij al mijn pizza's heeft opgegeven. Maakt niet uit, ik ben toch aan het trainen. Ja, en hij ook, een soort van. Want hij gaat het dam tot dam lopen. Ik weet niet hoeveel meter hij gaat volhouden. Normaal zeg ik kilometers. Maar ik wens je sowieso succes. Dankjewel, man. En sowieso dankjewel dat ik altijd gewoon goed en als een familie het bij jou voel. Sowieso. En blijf kijken, volg Najib Amhali op Instagram, Najib Amhali Official. En we gaan binnenkort kaarten weggeven, zodra hij bekend maakt wat zijn nieuwe spellijst is. Dus ik zou zeggen, check het allemaal. Hani Hanna, Najib Amhali. Dus ik ben in de Louis Store en wie kom ik weer tegen? Deze 2 gasten. Ja. Ik snap niet wat hun in de Louis Store doen. Zo scarce, hebben niet eens geld. En dus, toch gaan shoppen. Dus, ik heb al een boodschap achtergelaten voor jou, Hani, speciaal voor jou. Check het zo meteen. Ja? Half jaar. Yes. Hani, je kent me niet, Hani. Luister. Ja. Ik ben van de ladies. Hani, je kent me niet. Ik heb nooit meer geknipt, dus het moet een keer gebeuren bij jou knippen. Doe je petjes af? Kijk, het is echt gaaf. Blijf lelijk, mag niet uit. Ga weer verder, dames en heren. Deze jongens zijn zo lastig, ongelooflijk. Zie deze 2 jongens? Ja.
Zie deze twee jongens, boys. Ze willen allebei een Louis tas halen, maar het probleem is, als ze één tas gaan halen, moeten ze weer 2 maanden lang kranten lopen. Goh, hij ziet mijn rekening niet, hij is gek is ook. Hij weet niet wie ik ben. Godzijdank ken ik jullie niet. Ja. Hey, ja. Nogmaals, dankjewel. Hè. Deze gasten hebben geen geld, je helpt ze voor niks, even serieus. Ze hebben niet eens geld. Lieve Hani, je maakt nu al vaak grapjes over dat ik niet een ticket naar Suriname zou kunnen betalen. Of een tas in de Louis Vuitton winkel. Ik wil je met liefde mijn bankrekening laten zien, maar dat mag niet van mijn manager. Als je vraagt voor mijn bankrekening, mag je mijn manager mailen. Ik hou van je, tot snel. Doei doeg! What's up, man? Hey, I'm cool, brother. One love, man. Yeah, one love, man. This is Amsterdam. We smoke weed every day. Amsterdam. Yes, that's how we roll, man. That's how we roll, man. That's how we roll, yeah. Oh, yeah. Awesome, man. Yeah, bro. Where you from? I'm from Amsterdam, man. Yeah, okay. Where you from? Amsterdam also, bro. Yeah, are you speak Dutch? Yeah, a little bit. Yeah, let's speak Dutch, man. Okay. Altijd, man. Okay. Ja. Okay. Van de straat naar de top, je weet zelf. So you wanna go to bless you with some money? Oh, that is great, brother. How much do you want? How much? What make you happy? Yeah, happy, man. I cannot give you proud, otherwise maybe I'm gonna get you to be a little bit proud. Let me bless the guy. Yeah? You are the best. You're the best, brother. This guy is talking bullshit, man. It's not weed. So for the people, don't smoke weed, that kind of stuff. What are you doing? De eerste keer was omdat ik het zo vind en daarna omdat ik het lekker vind. Ja. Roken jullie allemaal trouwens? Nee. Allemaal niet? Alleen hij? Nee. Waarom kan met een thuis staan? Kom eens even bij houden, Pink. Rook je ook? Ja. Ook drinken? Ook, ja. Jongens. En jij dan? Zit aan drugs? En normaal niet. Ik gebruik helemaal geen drugs. Helemaal niks, vind ik. Geen alcohol? Alcohol op zijn tijd af en toe. Je moet wel genieten. Ja, zeker. Maar dit, hier bij je oortje. Kijk, je hebt wel eentje gedraaid. Dan ga je nog eentje draaien. Je moet niet gekker worden. Even serieus. Maar dit is gewoon slecht voor je. Dus voor alle mensen die niet roken, goed bezig. Voor alle mensen die roken, stop met die shit. Ja toch, we zijn hier al met Kai. Pak, hoe is het jongen? Wow. Direct straks als in je eerste vlog houden. Ga je nog eens een keertje wat gewoon normaal op eens halen? Of helemaal van die neppe shit? Dit heb je als je van die Chinese dingetjes hebt toch? Kijk hier, de Apple Store. Hier, pas op, hè. De Apple Store zie je, kan gewoon een echte gaan halen. Hoe is het? Lekker aan. Zijn er gewoon, hè? Maar hoe is het met Vibrate? Lekker, druk. EP bijna die wordt gedropt. Clips, druk. Shows, net uit Curaçao, net uit LA. Dus, gewoon een wereldster, hè? Kan slechter. Overal. Van Parijs naar, wat is het? Milaan, Ibiza. Het zijn korte tripjes, maar ja, we werken hard voor toch. Mensen moesten in mijn schoenen gaan staan. Van hoe hard ik ervoor werk om overal te komen en hoe weinig ik slaap. Snap je? Als je succes wilt bereiken, dan weet jij ook. Dan moet je er alles voor over hebben om aan de top te komen. En je moet je klanten nooit teleurstellen. Precies. Snap je? Dus als iemand mij wilt hebben, hoe ben ik er gewoon? Ja. Snap je? Het is je werk, ze betalen je ervoor. Ja, precies. Maar gaan wij nog ooit een track maken? Ja, sowieso. Sowieso, hè? Je checkt mijn vlogs toch? Uiteraard. We zijn hier al. Ga je nog een beetje zingen of niet? Ik ga zingen. Ga jij nog wat rappen voor me? Oh, je checkt mijn vlogs en dan weet je... Tuurlijk, ik check jouw vlogs. Ik zie dat je tegenwoordig ook een soort van carrière begint. Ik doe het voor de gein. Ja. Maar is goed, als je wil dan even. Ah. We chillen op de Leidseplein. Nee, ik maak geen gein. Ik ben met Kai van der Voort. Gek en gestoord. Maar de man neemt weer even over. Je weet zelf, we doen het sowieso in elke regio. Wees gauw. Oké. Zing dan, hoe moet jij? Hani. Vanavond is van jou. Vanavond is van jou. Vanavond is van jou. Vanavond is van jou. Helemaal van jou. Ik ben van jou. Want je weet waar ik van hou. Ja toch, dat is hem, man. Zo, dan ben ik even rustig aan het chillen in Amsterdam. En wie kom ik tegen? Hoe is het? How are you, man? Good, man. Yeah, long time, man. Long time no see, yeah, man. So I'm asking this guy, when do you come back to Hani Hair? Because you need it, huh? Need a summer cut, huh? Fresh cut. Did you miss the Hani cook? Yeah, of course, man. Look, you can see her. I can see it. Yeah, I know. It's not ugly like that, but we can fix something, you know? Yeah, of course. My brother.
Ja toch, wie zie ik hier bij mijn auto staan? Zakaria! Wacht wel, geef maar die box, geef maar die box. Je weet het. Je bent er, hè? Lex stoep in de bek, ra. Audi in de bek, je weet zelf hoe we het doen, hè? Ja toch? Dit keer komt hij niet met de poort met een Audi, man. Dat stelt me weer teleur, man. En iedereen zit met een Audi, oh! Het is ook een Furadi. Hey, Furadi. Ja, boy. So fly, so fly. Want ze zien Saka, want die man is zo klein. So fly. So fly, die man is zo fly. Furadi is uit de mode. Hey, shout out naar Furadi. Hoe bedoel je Furadi is uit de mode? Ik bedoel, ik ken die tekst niet meer. Vroeger kon ik het wel, man. Ja? Ja, man. Die dingen gaan niet meer lekker soepel, man. Ja, hoe gaat het met de chickies? Want ik hoor jij regelt veel chickies, man. Je bent famous, man. Valt wel mee, man. Ze komen vanzelf, toch? Ja? Insta direct, dat ben je weet zelf, man. Maar wat doe je dan met ze? Snap. Vertel ze, wat doe je dan met ze? Ik zeg je eerlijk. Die zit dus niet onder controle, auto. Maar stel je voor, hè. Stel je voor. Hier, dit is een meisje, hier. Die auto is een meisje. Ja. En je bent in een club. Hoe dans je dan met haar? Laat ze even zien. Babbeling. Draai, ja. Babbeling. Je weet hoe we het doen, toch? Die man is niet soepel, maar je weet hoe ze druppelt. Wauw! Hij probeert alles te rijmen, noem het maar op. Soms lukt het niet. Hé, weet je wat je ziet? Dat is je boy. Maar hé, luister Zakka, ik heb gehoord dat onze Zakaria veel in de gym aan het trainen is. Ja. Dus laat eens even zien wat je veel in de gym doet, 's ochtends. Je weet hoe we het doen. Lekker bezig. Kijk eens in die cammy dan. Hey, geen grap hoor. Jeetje. Hier is genoeg. Rustig, je bent in de gym. Je bent vrij, man. Oké, Zakka. Thanks. Was leuk je even gezien te hebben. Dikke box. Wil je nog wat tegen mijn kijkers zeggen? Ja, man. Zo naar Hani, man. Ja? Ja. Kom je binnenkort een Hani-koep halen? Want wat je nu hebt, lijkt je wel op een vogel, man. Ja. Hè? Volg die man. Volg mij. Ze volg je al, ze volg je al. Wat ga je nu doen? Ik, mijn meisje verwennen toch. Ah, je gaat je ding doen hè? Kijk maar die box, geef me die box. Je bent te laat, kerel. Later. Zoals jullie weten komen vaker gasten terug in mijn vlogs. En dat zijn natuurlijk vaak vrienden die je heel vaak voorbij ziet komen. En wat het mooiste ook is eigenlijk, in het begin, de eerste drie vlogs of vier vlogs kwam niemand minder dan Mimon onder het radio bij mij in mijn vlog. En ik moet zeggen, is dat het een geweldig item was en iedereen vond het zo gruwelijk. En wie kom ik toevallig hier tegen net? Mimon onder het radio. Je moet niet liegen, je hebt me gewoon gebeld. Je zei, Mimon, kom alsjeblieft, ik heb een lotto nodig. Wat ben je aan het doen? Stel maar ik heb het koud, man. Kijk, ik heb een goeie in mijn shit, man. Doe normaal, man. Dit is gewoon, je wilt gewoon een jasshow of zo. Ja, toch. Hè? Nee, ik Hani. Je bent dik geworden, hè? Kijk, je knopjes gaan uit elkaar. Je bent gek in je hen en je hoofd, man. Je reet hoofd, wat wil je zeggen? Je bent gek, man. Ik ben helemaal niet dik geworden. Weer een knopje dus. Maar in ieder geval, Mimon, super je te zien, man. Dankjewel, Hani. Tijdje geleden. Rest even. Ga je op schoolreisje? Ga je op schoolreisje? Huh? Oh, ik moest lachen! Klootzak. Ja, ik ga op schoolreisje. Ja. Hey, maar luister, ik wil binnenkort even het leukste met jou gaan doen. En ik vind het gewoon vet je hier weer te zien, maar... Zo karten? Je vriend, je kan niet eens fietsen. Hoe ga je karten? Het is omdat ik geen fiets heb. Oké, okay, maar in ieder geval, ik wil wat vets met jou. Gewoon iets vets. We gaan iets doen. Een soort challenge. Challenge? Ja. Okay. Lijkt je dat vet? Hangt er vanaf wat voor challenge? Maar luister, ik regenen, hoor. Ja, man. Hey. Er was een donder en bliksem. Een slag toen ik je zag. Zeg me wat je wil, baby, want ik doe het zo. Wie is dat? Furadi? Nee. Nee, schops, freestyle. Rappen, knippen, spitten, bedoelt allemaal. Zo. Zing een liedje voor me, Mimoen. Ook al is het niet goed. Want je weet, Hani, komt het je altijd goed. Ja. Wat doe man. Er zijn gewoon echt mensen die kijken naar je vlogs. Ja. Hoeveel abonnees heb je al? Ik zat nu op 51.000. Is dat veel of is dat... Ja, 12 weken tijd al. Dames en heren, dit was Hani Hanna en Mimon Oeladradi. Ik bedank jullie weer voor het kijken. En elke keer zeg ik het weer bedankt voor het kijken. Ik vind het gewoon tof dat jullie kijken. En ik kan nog steeds niet geloven dat ik in 12 weken tijd gewoon 51.000 abonnees heb. En dat doet me alleen goed. Dus alleen maar liefde voor jullie. En Mimon, ik hoop binnenkort wat leuks met jou te gaan doen. Dus, ik hoop het niet. Nou ja zeg, potverdikkie man. Ja, dan moet ik het weer leuk zien te maken. Dan zit je op de baas bij knip, knap, knip, knap, knap. Knip, knap, knap en je wordt weer knap. Dat doen we gewoon, toch? Nee, vriend. Nee? Ja,
hebt geen kapper nodig om mij knap te krijgen, maar de plastic chirurg. Ja, dat zag ik ook wel in je gezicht. Ja, ik geef toe, jij bent knap. Weet je het mooiste is, je hoeft niet alleen maar knap te zijn. Weet je, het is, uiterlijk is niet het belangrijkste. Oké, tuurlijk moet een persoon wel leuker uitzien, weet je, als je iemand ziet. Maar het belangrijkste van alles is uiteindelijk, is het innerlijk, snap je? Van binnen. Als dat ook zo mooi is als je uiterlijk, of nog mooier, ben je gewoon... Luister naar deze. Ze zeggen, uiterlijk brengt bij elkaar en innerlijk houdt bij elkaar. Snap je? Die moet je onthouden, Harry. Studentje, hij weet alles. Oké. Dames en heren, het is leuk dat jullie naar Hani Hanna kijken. Blijf dat vooral doen, maar vergeet niet ook zelf een eigen carrière en leven op te bouwen, ja? Kom op, ga ervoor. Huiswerk maken, geloof in jezelf en niks is te onmogelijk. Want als je iets wilt bereiken, geloof me, de dromen komen uit. Nogmaals, dankjewel dames en heren. Dit was Hani Hanna. Hani Hanna, blijf naar zijn vlogs kijken. Hij is een goede gozer, echt waar. Knippen kan hij niet, maar echt een goede gozer. Ik doe mijn best. Mijn doel is altijd om mensen blij te maken. En ik ga weer. Hi nu. Ja toch, we zijn hier bij Buddy. Ja, Buddy belt me op en hij zegt, Hani, ik heb een gruwelijk cadeau voor jou. Ik zeg, wat voor cadeau heb jij voor mij? Hij zegt, ja, ik heb een fles voor jou. Ik zeg, een fles? Ja, een champagne fles met je eigen logo erop. Ik zeg, met mijn eigen logo? Ja. Ik zeg, met mijn eigen logo? Dus ik zat na te denken, hoezo met mijn eigen logo een fles? Ik ga geen drank verkopen. Hij zegt, nee, maar als je een keer een feestje hebt of wat dan ook, kan je er altijd gebruik van maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb Buddy uitgenodigd en Buddy is naar me toegekomen en ik moet zeggen, kijk eens wat hij mij heeft gegeven. Even serieus, is dit dik of is dit dik? Ongelooflijk. Ik moet echt zeggen, ja, ik vind het gruwelijk, man. Maar ik zie mijn logo erop, Hanianne met de schaar. En dit heb jij zelf gemaakt. Ja, dat klopt. Maar op die fles staat daar ook nog wat op of niet? Ja, ja. Serieus? Ik zal hem even openmaken. Oké, laat maar even zien. Wauw. Wauw. Kijk eens jongen, wat ik voor jou heb gedaan. Wauw. Gruwelijk, man. En waarom heb je echt voor goud gekozen bij mij? Wat is de reden van goud? Ik vond het gewoon bij jou passen. Kijk maar naar jouw horloge. Kijk naar je stelsel. Het combineert gewoon heel goed. Je ketting. Het combineert gewoon met jou. En het staat gewoon voor iets. Gaat het hoogst haalbaar. Ik zeg het eerlijk, maar ik krijg vaak cadeautjes en zo, maar dit is best wel bijzonder, man. Gewoon een fles. En deze ga ik niet eens gebruik van maken. Ik zet hem gewoon in mijn kast. Weet je toch? En ik bewaar hem gewoon. Hier ga ik gewoon niet uit drinken. Helemaal niks. Dat is goed. Alhoewel ik op zijn tijd weer nog met feestje een drankje doe, geen probleem, maar dit vind ik wel gruwelijk, man. Maar nou, heb ik voor jou heb ik deze gemaakt. Ja. Maar ik weet dat jij een hele goede vriend hebt, Martin Garrix. Ja, het is mijn broertje, man. Het is mijn broertje. Dat weet iedereen, toch? Nou, ik heb voor jou een fles gemaakt en een doos erbij. Maar ik heb nog een fles meegenomen. Echt gruwelijk, man. Die heb ik erbij gemaakt. Dik hoor. Kijk hier al. Martin Garrix. Deze laten we lekker ingepakt zitten. Ja, deze ga ik gewoon Martijn geven. Hij mag hem zelf uitpakken. En ja, ik vind het echt gruwelijk, man. Maar hoe gaat het te werk? Hoe maak je zoiets? Ja, het is allemaal handgemaakt. Ik kan er alleen niet te veel over vertellen. Maar in principe, dit is gewoon een customized soort wrap eigenlijk, wat we eroverheen zetten. En wij doen alle logo's in Swarovski steken in principe. Dus je kan er wel kiezen. Het is toch veel werk, of niet? Ja, het is allemaal handwerk. Eigenlijk maak je elke fles gewoon met liefde? Elke fles is met passie en met liefde gemaakt. En elke fles is ook een limited edition. Want elke fles is net iets anders. En je kan hem zowel personaliseren als ja, voor een bruiloftfeestje of zoals dit. Ik weet dat hij dit echt gruwelijk gaat vinden, man. En ik denk dat hij ook geen gebruik gaat maken. Hij gaat hem op zijn kast neerzetten, man. Dat is ook de bedoeling. Ja, man, echt vet. Deze is gewoon dik, man. Ja, sorry, die van Martijn is ook dik, maar deze vind ik echt dik. Even serieus. Knip, knap, knap. En iedereen wordt knap. En nu vraagt de kijkers zich natuurlijk af van... Hey Hani, we hebben ook wat leuks voor jou. We hebben een leuke tekening of noem het maar op. We hebben iets moois gemaakt van jou. Als je dat wilt opsturen, dat kan gewoon hieronder in de beschrijving zie je het adres van mijn salon, waar je het naartoe kan sturen. En ik neem alles natuurlijk in liefde in ontvangst. Maar dit is toch cool, even serieus. Als jij dit ook wilt, is geen probleem. Connecten, boy. Hoe kunnen ze je connecten? Ze kunnen mij connecten op www.luxurydesign.nl. Luxury is met zonder klinkers. En kijk gerust op mijn Instagram, is luxuryzonderklinkers.design. Of je mailt ons op info@luxurydesign.nl. Gewoon doen, joh. Ik ben nu al laatst een geitje. Ik ga helemaal niet drinken uit deze fles. Het is gewoon echt gruwelijk, hoor. Echt vet. En weet je wat we gaan doen eigenlijk? Ja? We gaan even de kijkers. Diegene die met de beste reactie komt, die krijgt zo'n fles. Vind je dat een cool? Lijkt me een goed idee. Ja, toch? Dus als jij hieronder in de reactie... Schrijf van waarom jij zo'n fles hoort te krijgen en wat je ermee gaat doen. Wie weet win jij zo'n fles. Maar mag jij kiezen of met Hani of die met Martin Garrix. Nee, die ga je sowieso kiezen. Gewoon of die van Hani of met je eigen logo of je naam of noem maar op. Ik wil je bedanken, thanks. Ja, echt, ik vind het super tof. En ja man, ik ga gelijk naar huis, ga ik gelijk bewaren. Zet hem maar lekker neer. Ja man, thanks man.
Dames en heren, dit was Hani Hani. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Dit was een superleuke item weer. En nogmaals, ik beloof jullie elke keer weer leuke dingen te laten zien. Ik zou zeggen, blijf kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En heb je nog niet geabonneerd, abonneer. En je weet zelf, de Hani komt tot je altijd goed. So fly, so fly. Die vrouwen worden high, maar ik ben so fly. So fly, so fly. Ze zoeken in de sky, maar ik ben so fly.